Jack Onsbeck. Ja, één keer moet je een keer verliezen. En vandaag tegen Katwijk is dan jouw eerste nederlaag als trainer van VVSB. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Nou ja, deze wedstrijd waarbij twee ploegen best wel aan elkaar gewaagd waren. Waar misschien het balbezit misschien wat meer voor Katwijk was. Ja, in de eerste helft kom je heel ongelukkig op een 0-1 achterstand. En, moet je dan al je plannen in de prullenbak gooien en opnieuw beginnen? Nee, vind ik niet. Die goal die kwam vrij vroeg, ik geloof na 6 minuten. Ja, dan moet je ook de rust bewaren in de ploeg. Je hebt nog 84 minuten te gaan. Hè. En proberen toch de teamtaak in orde te houden. Nou, dat resulteerde in een offensief vanaf minuut 25 tot zeg 38, 42 zoiets. Nou, dan kom je prima via de zijkanten door. Je komt voor de goal. Ja, dan kan ik de ploeg weinig op aanspreken. Ja, behalve dan dat ze die 100% kansen er niet in gooien. Ja, ze moeten scoren. En dan ga je misschien de rust in met een 1-1. Nou, ik weet niet, ik wil de beelden nog terugzien. Die slippertje, dat die uitgleed, dat die misschien tegen zijn hand. Maar ja, goed, of dat de wedstrijd bepaalt, dat weet ik allemaal niet. In de tweede helft een heel ander wedstrijdbeeld, vind ik zelf. Beide ploegen best wel slordig, maar Katwijk wel wat geraffineerder dan wij. En dan zie je dat je tegen een ploeg speelt die heel slim de ruimtes dan gaat benutten. Ja, en dan hebben ze een scorende spits. Die hebben maar een klein kansje nodig en dan is het 2-0. Is dan het niveauverschil dermate dat je... Want in de tweede helft hebben jullie eigenlijk nauwelijks kansen gecreëerd. Ik kan me er niet één voor de geest halen eigenlijk. Nee. Is dat gewoon het niveauverschil tussen de koploper en VVSB? Ja, nou kijk, ik zou liegen als het niet zo is. Maar wij hebben één schot gevuurd van Els Routy. En voor de rest kwamen we in de tweede helft niet echt via de zijkanten meer door. Ja, goed, dat is een fase waar we even over gaan praten. En we moeten ook niet in paniek raken. Wat is dan de les die je meegeeft aan jouw spelers na aanleiding van met name deze tweede helft? Ja, dat we ook geduld moeten bewaren. En geduld in die zin dat we, als we vrije trappen hebben, dat daar wel in ieder geval wat meer concentratie in moet gaan komen. Want als we 6 vrije trappen hebben in de laatste fase en we zetten iemand voorop en die ballen komen niet aan. Ja, dan denk ik dat je daarin dan ook de plank mislaat met de gedachten die we dan hebben. Staat nu een zangetje te zingen in de kantine. Ga je nog even mee? Ja, verplicht hè. Kijk, winnen en verliezen. Ook als je verliest, uithuilen, doorgaan. De scheidsrechter heb gefloten. Het is niet meer beïnvloedbaar. En volgende week is er weer een nieuwe wedstrijd. Maar even geen Polonaise vandaag? Nee, maar dat was het sowieso al niet. Ik bekijk per wedstrijd en wat er te halen valt. Nou, wij hebben onze huid denk ik prima verkocht. En nogmaals, wat ik net refereerde, 2 momenten doen ze slim. En wij moeten daar lering uit trekken.